Doe stil. Een steeltje met een... Het lijkt een beetje op een paraplu. Een oester. Een oester. Een paddenstoel komt uit het bos. Na de champignon is de oesterzwam een van de bekendste paddenstoelen van Nederland. En de grootste oesterzwam die ooit gevonden is, was in Sicilië. En die had een diameter van meer dan 2 meter. Maar vandaag beginnen de oesterzwammen met dit. Dag John, goedemorgen. Goedemorgen samen. Hallo. Hoi. Ja, dit is jouw toko, hè? Ja, we zijn hier op een biologische oesterzwammenkwekerij. Hier zien we het gehakselde tarwe stro waar de oesterzwammetjes op groeien. Dat is dus niet op mest? Nee, die groeien op biologisch tarwe stro en er komt absoluut geen mest in voor. Oké. Wat gebeurt hier? Hier bevochtigen we het stro en we mengen het stro met die reusachtige machine. Nou wordt het stro gemengd en opnieuw voorzien van zuurstof. Dit proces duurt 6 dagen. Ja. En dan daarna gaat het de volgende fase in en dat is pasteurisatie. Nou, het ruikt wel naar mest hoor. Ja, er zit nul mest in. Hier zien we de blender en hier wordt het stro gepasteuriseerd. Een half uur op 95 graden. Okay. Aan de andere zijde hebben we een clean room. Ja. En daar wordt geënt. Dan gaan we nu even kijken. Okay. De paddenstoel is een product van de natuur en moet ook zo behandeld worden. Aldus John, die met zijn bedrijf Verbrugge Paddenstoelen al bijna 35 jaar bestaat. Hij heeft zich volledig gericht op de biologische teelt van oesterzwammen. Ook wel de vegetarische biefstuk genoemd. In de natuur zie je in de herfst ook de paddenstoeltjes uit de grond komen. Wij bootsen hier de herfst na, dan komen de paddenstoelen tevoorschijn uit onze boomstammetjes. Hoe knippen ze dit af? Die worden er vanaf gedraaid. Ja. Dus echt per tros, als ja, het ware. Maar hoeveel oesterzwammen produceren jullie zeg maar per week? Wij produceren ongeveer 7.000 tot 8.000 kilo per week van deze oesterzwammen. Wat is jouw favoriete gerecht met oesterzwammen? Lekker uitbakken en met peper en zout, simpel, en dan op de boterham. Sanne, we hebben hier nog een andere kleurrijke, smakelijke verrassing. Oh, ik ben benieuwd. Oh, roze oesterzwammen. De zalmroze oesterzwam. En hier hebben we ook nog een limoengele oesterzwam. Ik heb deze nog nooit gezien, joh. Zit er nou verschil in smaak tussen de oesterzwammen? Ja, de gele oesterzwammen die zijn boterzacht van smaak. De roze, daar zit meer een vastere textuur in. Ja. En de grijze oesterzwam, die zit er qua textuur een beetje tussenin. En die is ook heel lekker van smaak. Daar wil ik natuurlijk ook eentje proeven, want er zit geen cholesterol in, gezonde eiwitten en vitamine D. Lekker! Goeie keukentip van John. Smaakt een beetje naar popcorn.